Dus ik zou zeggen, alle aandacht voor Jack Dries en Jessa voor een yoga-oefening. Het idee is om voor de puja en de hawan een aantal korte oefeningen te doen. Ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen. En het doel is heel eenvoudig. Om jullie iets meer te laten ontspannen. Want als je gespannen bent, hoe kan je puja doen? Dat is heel moeilijk. Dus dit element hebben wij ook toegevoegd aan het programma om jullie nogmaals de gelegenheid te geven om rustig te ontspannen. Het tweede doel is dat je een puja het beste kunt doen vanuit binnenuit, vanuit je hart. En yoga is erop gericht om je aandacht naar binnen te brengen. En als je vaak zitten wij met onze aandacht helemaal buiten. En dat gaan we een beetje balanceren met deze oefening. Als je deze lota ziet, dan zie je dat het eromheen, ja, van koper, en van binnen is hij leeg. Hij is leeg. Maar daar is een ruimte. Want als je er water in zet, het water gaat in de ruimte die de lota inneemt. Heel eenvoudig, toch? Dat doe je iedere dag. Met een glas of iets anders. Dus er zit ruimte erin. En hetzelfde idee is het straks met je lichaam. Als je huid, zeg maar, de buitenkant is van de lota, als je het even zo moet vergelijken, ga ik je zo meteen vragen om de ruimte die je lichaam inneemt te voelen. Eenvoudiger kan het niet. Ik vraag jullie eerst jullie ogen dicht te doen. Nogmaals, de bedoeling van deze oefening is om te ontspannen en naar binnen te gaan. Een andere manier om naar binnen te gaan, door de yogis ontdekt, is dat je naar je ademhaling, ja, dat je de aandacht brengt naar je ademhaling. De ademhaling gaat naar binnen. Kijk of je je ademhaling kunt voelen in je neusgaten, hoe het in en uit gaat. Ik geef jullie even een paar seconden de tijd om dat te voelen. Richt je aandacht op je ademhaling. Je hoeft niks te doen, alleen maar je ademhaling te observeren. En dan vraag ik je om helemaal hier te zijn, op de plek waar je zit. Je kunt voelen hoe je zit op de stoel. Je kunt je voeten voelen op de grond. Kom helemaal hier, op deze plek. En alle gedachten, alle zorgen mag je buiten laten. Laat het buiten deze zaal. En maak je niet druk. Als je weggaat, mag je je zorgen weer oppakken. Voor nu geen zorgen, geen stress. Oké. En dan gaan we een stapje verder. We gaan een lichte hatha-yoga oefening doen. En hatha-yoga is niet alleen bewegen. Hatha-yoga is bewegen met ademhaling. Ga ik je zo meteen vragen om met je schouders omhoog te komen. Maar op een hele natuurlijke wijze. En met een inademing kom je met je schouders omhoog. Met een inademing kom je omhoog en met een uitademing omlaag. Doe dat een paar keer. Omhoog. Probeer het maar uit. Ik zie een aantal twijfelen. Gebeurt je niks hoor. Omhoog de schouders. Dan een oefening, ja, die de kinderen echt leuk vinden, is gezichtsmassage. Ja, wil je dat? Ja, wij beginnen altijd met een voorhoofdmassage. En heel veel kinderen doen dat ook thuis met hun vader en moeder en nani en nana als ze op bezoek zijn en hoofdpijn hebben, heb ik begrepen. En dat heeft altijd geholpen. Nou, dan gaan we dat vandaag ook nog een keer doen. Dan doe je dat zo. Je masseert jezelf. Naar buiten. Begin hier.
rustig. Paar keer. Even ontspannen. Navoelen heet dat. Dat is heel belangrijk, het navoelen. Een paar keer. Gaan verder met een andere opening. Wenkbrauwmassage, begin maar hier. Ook heel zachtjes. Ik kan heel lang doorgaan hiermee. Om het heerlijk zich heel erg te ontspannen, maar de tijd kan niet. Ja, kijk, je kunt ook wat steviger masseren. Ik heb het voordeel dat ik een beetje kaal ben, dus kan ik ook hier een beetje masseren. Maar het is heerlijk om je nek niet vergeten, achterin. Je nek, je hebt geen masseren nodig voor bepaalde gedeelten van je lichaam. Dat kun je het zelf doen, hè. Dus je nekspieren kun je knijpen, net als je een deeg maakt, roti deeg. Zo kan je knijpen om de spanning weg te drukken. En als je daar klaar bent, sluit je ogen en voel na. En dit is erg belangrijk in yoga, dat navoelen. Oké. Nou, ik ga nog twee oefeningetjes doen. Met een inademing ga je langzaam je vuist dichtknijpen. En heel hard. Dat je het voelt tot aan je schouders. Knijpen. En dan los. Ook hier weer navoelen. Hoe voelt het? Je hoeft niks te doen. Breng je aandacht naar je beide armen. Hetzelfde met het inademen van al je spieren van je benen in spanning brengen. Kom maar. Los. Doe het op je eigen tempo. Inademen. Spannen. Ontspannen. En nu gaan we eindigen met een korte, hele korte meditatie. Voel de ruimte die je lichaam inneemt. Kijk wat je kunt voelen. Er is niks goed, niks fout. Kijk wat je kunt voelen. Van top tot teen. Je hoofd, voorhoofd, schouders, buik, benen. De ruimte die je lichaam neemt. Ga in die ruimte. En als je voelt dat er ergens spanning is, dan kan je voorhoofd zijn, dan kan je rechterbeen zijn. Ga met je aandacht daar en ontspan. Diep trekken. Oké. Kom met je aandacht bij ademhaling terug, dus waar we mee begonnen. Naar de ademhaling tussen je neusgaten. Wat je vraagt te doen tijdens de puja is dat je je voorhoofd ontspannen houdt. Kijk of dat gaat lukken. Je kunt regelmatig even je aandacht brengen naar je voorhoofd. En check of het ontspannen is. Ik denk je Gesa. Dat ik nu zo laten van je bedrijf en ga dan van onderdeel. Iedereen ziet er heel erg ontspannen uit.